Portretkat. Portretkat. Wie ben jij? Ik ben Nikki van Strien. Wat doe jij? Ik ben een kunstenaar. Waarom? Omdat ik dat leuk vind. Kun je ervan leven? Ik leef, dus ja. Wat is je beste werk? Dat is een goeie. Die waar ik nu mee bezig ben. Laat eens zien. Daar is het. Vind je het zelf mooi? Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat ik het zelf gemaakt heb. Ik vind alles mooi wat ik maak. Vinden andere mensen het ook goed? Soms. Vandaag waren er wel al mensen die het heel mooi vonden. Zeggen ze nooit iets stoms? Ze zeggen heel vaak stomme dingen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ik veel te veel vraag van andere mensen. Dat ik elitair ben. Hoezo? Nou, elitair, dat vind ik bijvoorbeeld best stom, maar het is ook wel een beetje zo. Laat eens zien hoe je het maakt. Hoe ik wat maak? Oh, mijn werk. Nou, als ik dan zo'n potlood heb, dat werk wat ik nu aan het maken ben, en dan heb ik hier zo een doek en dan doe ik zo. Wat is je slechtste werk? En dat ben ik alweer vergeten. Dat heb ik uitgeblokt. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Uit het doen. Wat wilde je vroeger worden? Nou, eerst astronaut. Daarna toneelspeler. Daarna psycholoog. Ja, en toen... industrieel ontwerp. En toen beeldhouwer. Wat is je lievelingskleur? Groen. Ben je getrouwd? Nee. Heb je kinderen? Nee. Waarom niet? Nou, dat komt misschien nog wel. Wat vind je van Ketel TV? Heel leuk. Hoe ben je kunstenaar geworden? Misschien ben ik dat nog wel niet echt. Misschien duurt dat nog wel heel lang om ooit te worden. Hoezo? Ja, wat is een kunstenaar, hè? Moet je je dan afvragen. En wanneer ben je een kunstenaar? Maar goed, ja, ik ging naar school en toen was ik ineens een kunstenaar. Wat is je duurste werk? Twee voordat ik deze ging maken. Hoeveel kost het? Dat was 12.000 dollar. Echt? Ja. Waarom? Nou, omdat het dat waard is.